Het is weer eens een keer tijd voor een unboxing op Gamersnet. En jawel, we gaan ook iets weggeven. Dat is waarschijnlijk de reden waarom je deze hele video aanklikte. Ja, het gaat over de Speedlink Maxter. Nieuwe stereo headset van Speedlink. Ze hebben hem ook in een 7.1 variant. Die is iets duurder. Maar dit is een 50 euro variant. En die prik je gewoon met een analoge jack in. Nou ja, goed, ze zetten hier een mooi PlayStation logootje neer. Maar het komt er eigenlijk gewoon op neer. Dat, ja, het past natuurlijk gewoon overal en het staat er ook op. Kun je hem ook gewoon in je Xbox steken. Hel, steek hem in je mobiel. Steek hem in je laptop. Maakt ons allemaal niet zozeer uit. Het is vooral fijn dat hij natuurlijk voor iedereen vrij toegankelijk is. Laten we hem dan eens uit zijn doos halen, zodat je kan zien wat je zoal kan winnen straks allemaal. Bij deze gaat de verpakking open. Straks ook leuk aan Speedlink. Ze hebben tegenwoordig een nieuw logo en een nieuwe soort van huisstijl. Dus ja, ze zijn nog steeds altijd wel een beetje, zeg maar, budget ingestoken. Of als je niet te veel wil betalen voor je gaming gear. Ze doen niet al te veel gekke dingen met alle RGB-ledjes. Het is vrij back to basic. Maar dat wil natuurlijk wel zeggen dat je voor 50 euro gewoon een fatsoenlijke headset kunt verwachten. En dit is hem dan ook zo. Nieuwe soort verpakking. Makkelijk. Goed gedaan, Speedlink. Trots op jullie. Bij deze mooie gewoven kabel die je er ook zo bij krijgt. Met gewoon inderdaad de 3,5 mm vierpolige aux jack. Dus die kan natuurlijk ook gewoon je microfoon doorsturen naar je smartphone, Xbox, PlayStation, whatever je wil. En dan heb je hem hier zo hangen. Je krijgt er ook nog gewoon een mooi gewoven kabeltje bij. Vind ik serieus wel netjes. Vooral voor deze prijs. Dat is best wel bizar om nu al te zien. En ja, ik denk dat we dit van heel veel andere merken ook wel kennen. Het is een soort van suspensiesysteem waardoor de headset, als het goed is, gewoon altijd lekker op je hoofd zit. Ik heb een wat klein hoofd, maar ik moet wel zeggen, hij sluit wel prima aan. En dan heeft hij een soort van ophangingssysteem waardoor het nooit al te zwaar op je oren wordt. Of sowieso op je hoofd. En sowieso, je ziet er ook wel echt gewoon mooi dat ze aan de details hebben gedacht. Beetje stijl, ook gewoon daar in de oren. En natuurlijk dan een microfoontje. Moet ik wel weer zeggen dat dit een vrij korte kabel is en die lijkt ook niet los te kunnen. Dus dit is wat het is. Als we straks willen weten hoe die klinkt en hoe die je stem uitzendt naar al je maten en andermans moeders op Xbox Live en dergelijke, dan gaan we natuurlijk allemaal ontdekken in Gamers & Gear. En dat is ook het moment dat we, als we die hebben gehad, dan zeggen we van nou, we geven er eentje weg. Want één model gaat naar onze reviewer van dienst, dat is deze. En natuurlijk, we hebben dan nog een tweede model om dan weg te kunnen geven bij deze. Dan weet je in ieder geval vast dat er een giveaway aankomt en dan, ja, dan kun je die zien als Gamersnet Gear eenmaal een ding is. Hoe dan ook, heb je vragen over dit model? Wil je iets meegeven aan Amador van Please? Kun je dit alsjeblieft testen? Laat het ons weten, dan gaan we dat vanzelf zien in een geschreven review en natuurlijk in Gamersnet Gear. Elke dinsdag op Gamersnet.nl de laatste tech, gear, gadgets. We reviewen alles als het op de gamer gericht is. Dat is wel het geval met de Speedlink Maxter. Ik zie jullie graag terug in de comments of ergens anders op Gamersnet.nl. Hou de website in de gaten voor de giveaway.